Als wij een mast gaan inspecteren, dan is het inderdaad mooi om een mast ook liggend ter inspectie aan te bieden. En dat inderdaad de beslagbanden eraf zijn. Dat is hier nu ook het geval. Dus dat de stalen ringen die om de mast heen zitten, dat die zijn verwijderd. Zodat wij daar het onderliggende hout op de kritische punten kunnen gaan bekijken. Dat doen wij door middel van kloppen met de hamer. Daarin hoor ik een bepaalde klank van het hout. En ook door het prikken met een priem en een oude fietspaak om te kijken of dat ik rotte plekken kan ontdekken of niet. En op het moment als er een rotte plek is, dan kan er wellicht een reparatie uitgevoerd worden of wordt de mast afgekeurd en moet die vervangen worden. En dat is eigenlijk wat wij doen. Ik kijk ook naar bestaande reparaties in de mast. Zie ik verkleuringen, een mast heeft vaak windscheuren, dus daar waar die wat open staat, daar ga ik prikken. Kom ik rot tegen, dan moet daar iets mee gedaan worden. En is een mast afgekeurd, dan moet die vervangen worden. Maar eigenlijk inderdaad gaan we de mast van de top tot aan de voet, gaan we er helemaal bij langs, helemaal bekijken. En het is voornamelijk ook visueel inspecteren. Zie ik ergens verkleuringen, zwarte plekken of zie ik ergens inwatering, dan zijn dat plekken, dat vraagt dan nader onderzoek. En op het moment dat als we de hele mast hebben gezien, dan krijgen we een aardig beeld van de staat van de mast. Maar het gaat voornamelijk om de kritische plekken, zoals hier bij de hommer, dus waar de mast overgaat in de top, is dit vaak een kritische plek waar inderdaad gewoon door inwatering rot kan ontstaan. En daarom is het belangrijk dat inderdaad ook de stalen ringen van de mast zijn verwijderd, zodat we daaronder goed kunnen kijken. Ja. En als je erop klopt, dan heeft het een verschillend geluid. En dan daarvan... Gewoon gezond hout geeft een mooie, heldere klank. Daar waar rot hout een hele doffe klank geeft. Maar bijvoorbeeld ook dofhout stuit het, heeft ook geen veerkracht. Dus de hamer met het kloppen stuit het ook niet lekker terug. Dus het is een samenspel van gevoel en gehoor. Daar zit dit een opgeplakt. Oké, en als je dat mee, je had ook een priem of een naald, dan prik je mee in de gaten of iets. Kijken of daar ook rot hout zit. Ja. Want inderdaad, op het moment als hout rot is, dan kan ik daar natuurlijk inderdaad met een priem of met een spijker of in dit geval een oude fietspaak, kan ik daar gewoon heel makkelijk in prikken. En ook rot hout heeft een hele andere lucht dan gezond hout. Gezond hout, dat ruikt heel anders. En rot hout, dat ruikt naar schimmel en paddenstoelen en dergelijke. Precies, inderdaad. Dus het is echt een samenspel van luisteren, voelen, ruiken. We hebben al onze zintuigen hebben we nodig bij dit werk. En ik zag je altijd laatst ook bij een van die masten, dan kriebelde je als het ware onderaan de mast. Ja. Dat kon je aan de andere kant horen? Of ja. Wat was dat? Ja, dat is inderdaad, dan leg ik mijn oor op de top van de mast. En dan laat ik iemand op de voet, op de kopse kant, met de nagel even een beetje krabbelen. En hoor ik de klank mooi zuiver in de top van de mast, dan geeft mij dat ook al een indruk van er is gezond hout in de mast aanwezig. Hoor ik helemaal niks of hoor ik heel erg ver weg een wat dof gekrabbel, dan weet ik, die mast die geeft die klank niet lekker door. Het is wat dat betreft ook net als een instrument, een gitaar of een viool, dat is ook een houten instrument en dat geeft juist de klank omdat het hout ook die klank zo mooi doorgeeft. Nou, en dat is met een mast, is dat eigenlijk precies hetzelfde. Het komt op hetzelfde neer. Je werkt eigenlijk heel veel met klanken. Ja, ook heel veel met klanken inderdaad, ja. Ja, het is echt een samenspel van. Ook altijd zo'n mastinspectie blijft altijd een momentopname. Het kan natuurlijk altijd zijn dat als een mast ook weer een half jaar buiten ligt, dat er wel wat inwatering is en dat de mast toch wel gaat rotten op bepaalde plekken. Maar wat we nu doen is inderdaad gewoon een liggende inspectie. En we kunnen hier een aardig beeld krijgen van de masten. Door inderdaad gewoon te prikken, te ruiken, te kloppen, te voelen. En dan kunnen we een aardig beeld krijgen van de staat. Dat is mooi. Zeker. Helemaal goed. Zit nog mee hoor. Wat meet je hier nou mee dan? Vochtigheid. Ja.